een nieuwe aflevering van Rix Bakt. Ik ben Rix en op mijn kanaal gaan we het alfabet langs en doen we elke letter twee leuke recepten. We zijn bij het tweede L-recept aangekomen, dus ik ga lollies maken. Het is een superleuk recept, ik heb super zin in, laten we snel beginnen. Oké, deze lollies. Het is even oefenen, ik ben er zelf ook nog wat mee aan het experimenteren. Dus het zal waarschijnlijk niet helemaal perfect gaan, maar ik ga mijn best doen, want ik vind het wel super leuk om te doen. Ik ben ook bezig met een andere serie voor op mijn kanaal, waarin ik een beetje uitvogel hoe ik het ga doen. Het is nog niet helemaal klaar, dus het komt er nog niet op. Maar als je inderdaad klaar is, komt het erop. Maar ik heb wel goed een recept gevonden en daarvoor heb je glucosestroop nodig. Ik heb het gewoon online besteld. Het is een emmer van 5 kilo. Je hoeft natuurlijk niet in één keer zoveel te bestellen, maar... dat leek me wel handig aangezien ik er ook andere dingen mee wil gaan maken. Dus ik heb gewoon een emmer van 5 kilo besteld, dat is 10 euro dacht ik. Dus het is ook niet eens zo heel erg duur. Verder heb je gewoon suiker en wat water nodig en dat zijn eigenlijk de ingrediënten. Tenzij je er nog een kleurtje wil geven, kan je er nog wat kleurstof bij doen. Dus ik ga dat even allemaal afwegen. En ik doe alles gewoon gelijk in de pan, niet nog in aparte potjes en zo. Van de glucosestroop heb je 285 gram nodig. Zo. Hierbij gaat 118 ml water. Dus ik ga hem even op reset zetten. Zo. En dit ga ik even doorroeren. En dan gaat er 570 gram suiker bij. Zo. En dit is de laatste keer dat ik het door ga roeren, want zodra het vuur opgaat, moet je niet meer roeren. Dan krijg je kleine kristalletjes erin en dat is niet de bedoeling. Zo. Dit ga ik nu op het vuur zetten. Wat ik nu aan het doen ben is, ik heb hier een kwast en die hebben we volgens mij gewoon bij de Action gehaald. Die doop ik even in wat water en zo haal ik alle kristalletjes aan de zijkant van de pan weg. Die moeten daar niet zitten, daar zorgt ervoor dat zodra de suiker kookt dat het allemaal gaat kristalliseren en dat wil je dus niet. Dus ik ga eventjes de hele pan bij langs totdat alles weg is en dan zet ik het vuur aan. En wat ik nu ga doen is, ik heb hier een suikerthermometer. En zoals je kan zien bij deze rode streepjes staat, hier staat hard crack. En dat is hoe heet je wil hebben, dat is 150 graden. Dit recept kan je niet maken zonder thermometer, want dan komt het niet goed. Het is heel erg belangrijk dat je suiker op de goede temperatuur is, anders dan gaat het zich heel anders gedragen. Het wordt dan of veel zachter of veel harder, dus je moet er wel eventjes een thermometer bij hebben. Die zet ik er gewoon zo in. En dan zet ik het vuur aan. Dan ga ik gewoon niet meer roeren. Dan laat ik het gewoon zo staan totdat het 150 graden is. En dan gaan we verder. Oké, terwijl dat staat te koken, dat duurt nog wel even. Duurt toch ongeveer 20 minuutjes. Hangt er een beetje vanaf hoeveel je maakt. Maar ik ga even wat vertellen over deze setup. Ik heb hier onder dit matje heb ik een marmerplaat. De marmerplaat is nu nog koud, maar zodra zo meteen de suiker erop komt, wordt hij warm. En die warmte houdt hij ook een tijdje vast, waardoor de suiker wat langer bewerkbaar blijft. Want op een gegeven moment wordt die suiker natuurlijk keihard en kan je hem eigenlijk niet meer gebruiken. Daarom heb ik ook mijn oven aanstaan. Die is nu aan het voorverwarmen op 85 graden. En dat is er dus ook voor dat zodra de suiker een beetje te hard wordt, gaat hij gewoon even 5 minuutjes erin. Is hij weer wat zachter en kunnen we weer verder. Daarnaast heb ik hier ook zo'n siliconen matje. Die heb ik gewoon bij de bakwinkel gehaald. En dat is gewoon hartstikke handig om in huis te hebben. Je kan eventueel wel gewoon een normaal bakpapiertje gebruiken. Maar het wil eigenlijk niet zo goed als zo'n siliconen matje. Die zijn toch wel echt ideaal. Dus als het een beetje kan, zou ik die ook halen. Daarnaast heb ik hier ook een schaar liggen. Zometeen als die suiker gekookt is en klaar is, kan je niet even een stukje eraf trekken. Dan moet je
echt even afknippen, anders dan wil het namelijk de kleur maar door blijven trekken. En ik heb hier een doosje met drie kleurstoffen staan. Die kun je gewoon bij de supermarkt halen. Hartstikke handig. En dat ga ik ook gebruiken. Oké, de suiker is nu klaar. Dus ik haal hem van het vuur. Zo. Dit is nu dus super heet. Dus je moet er echt mee oppassen. Wat ik ga doen is, ik giet alvast een gedeelte hierop. En ik laat een klein beetje hierin, want die wil ik gaan kleuren. Ik wacht even totdat het klaar met bubbelen is en dat het een beetje is afgekoeld. En dan ga ik het, denk ik, rood maken. Dat is deze. Zoals je kan zien, ik wil niet dat het naast het matje gaat. Dus als het bijna bij langs gaat, dan doe ik het even snel met een lepel. Haal ik het een beetje naar achter. Het is nu nog te heet om aan te raken met mijn handen. Oké, dan ga ik hier nu een beetje kleurstof bij doen. Mijn kreeft doorheen met een lepel. Zo. De kleur hoeft er nu nog niet helemaal perfect doorheen te zitten, want we gaan het zo meteen ook nog een beetje kneden met mijn handen. Bijlangs. Ik kan niet alles kwijt op een matje, maar dat maakt niet zoveel uit. Kijk hoeveel dit nu is. Zoals je kan zien, kan ik het voorzichtig al een beetje aanraken en er misschien nog wel een beetje een balletje van maken. En wat ik nu eigenlijk ga doen is, ik wacht gewoon net zo lang totdat het voldoende is afgekoeld. Dat ik er een balletje van kan maken. Je doet een beetje dit. Zorg er wel voor dat je handen niet verbrandt, want het is echt super heet. Als je wil, kan je handschoenen aandoen. Ik vind het niet per se nodig, maar het kan wel. Hier heb ik nu nog wat in zitten. Dat kan ik er nu mooi bij schenken. Dat niet weg te gooien. En dit zet ik nu in heet water, zodat de suiker die er nog wel in zit mooi kan oplossen. En dit zet ik hier weer. Het wit is nu al wel klaar. Dat ga ik dus nu even in de oven zetten, zodat het niet te ver afkoelt. En zodat we er zo meteen mee kunnen gaan werken. Maar ik wil je als eerst even beginnen met het rooien. Dus ik heb hier gewoon een plaat met daarin een bakpapiertje en daar leg ik het gewoon op, zodat ik het er zo meteen makkelijk af kan halen. Dan zet ik gewoon de oven aan, zo'n bepaalde tijd of zo. 85 graden. Zo. Zo. Wat ik nu ga doen. Het is nu nog super zacht, dus wat we nu mooi kunnen gaan doen is het gaan trekken. Daardoor werk je er wat lucht in en wordt het wat lichter van kleur. Als je het doorzichtig wil houden, dan moet je dat niet doen, maar ik vind het wel leuk om hem wat meer roze te maken. Want als je er rood bij doet, dan je trekt hem, dan wordt het mooi roze. Zorg er wel voor dat je de suiker niet al te lang aanraakt, want dan verbrand je vingers, zit je handen onder bladen, dat is niet zo leuk. Dus je moet gewoon echt snelle bewegingen maken, dan komt het wel goed. Maar dit is dus vooral eventjes oefenen. Zo. Deze is nu al klaar. Dan doe ik deze erover in en dan haal ik het wit eruit. Hierop nu de roze. Zo. Nu gaan we hetzelfde doen als we net bij de roze hebben gedaan. We gaan dit gewoon weer tot een balletje maken.
En nu gaan we er allemaal weer lucht in werken. En deze wordt dus heel mooi wit. Zo, deze is nu ook klaar. Die ga ik nu uitrollen tot een klein rolletje. Zo, die leggen we even aan de kant. En dan pakken we de roze erbij. Zo. En wat ik met de roze ga doen is, ik ga hier kleine rolletjes van maken. En dan leg ik die mooi eromheen. En dan krijg je zo'n leuk patroon. Zorg er wel voor dat je deze ook af en toe eventjes rolt, omdat die anders helemaal plat gaat worden. En dat moet dan weer niet. Hiervoor gebruik ik dus die schaar om makkelijk een plakje hiervan te pakken. Ik ga er denk ik 3 op doen of zo. Zo. Nu leg ik deze eromheen. Niet te dicht bij elkaar. En dan ga ik gewoon rollen. De stukjes die uitsteken, kan je er afknippen. Ik ga dit door de midden knippen, dat werkt wat makkelijker. Oké, wat ik nu ga doen is, ik ga er hele kleine, dunne worstjes van maken. Dus ik knip hem weer door de helft. En dan begin je eigenlijk gewoon een beetje met trekken. Beetje. Deze draai je dan een beetje, zodat je zo'n leuk gedraaid patroontje krijgt in het roze en het witte. Dan heb ik hier lollystokjes. Dan ga ik kijken of het een beetje lukt om die erin te steken. Tadaa! Nou, leuk toch? En zo ga je eigenlijk gewoon door totdat je klaar bent. Je kan er ook andere figuurtjes van maken. Je kan er hartjes van maken. Je kan er zuurstokken van maken. Je kan kleine. Dat is ook leuk. Heb je nou geen zin om telkens te gaan rollen en alles. Kun je er ook gewoon stukjes van afknippen en dan heb je hele kleine snoepjes. Je kan er echt super creatief mee zijn. Je kan er roosjes van maken. Dat heb ik ook geprobeerd. Dan krijg je zoiets als dit. Je kan er super creatief mee zijn, dat is het leuke van suiker. Het is vooral gewoon eventjes oefenen. Dus wat ik ga doen, ik pak eventjes een mooi bordje. En dan leg ik gewoon alles op als het klaar is. Lollies heb ik even afgemaakt en ik heb ze even in een potje met suiker gezet. Dat vind ik wel zo leuk. En ja, dat zijn ze allemaal weer, de lollies. Super bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog en vergeet ik zeker niet te abonneren. We posten elke maandag om 4 uur een nieuwe video. Heb je dit nou gemaakt? Tag me op Instagram. Dat vind ik echt super leuk om te zien. Al mijn socials staan in de beschrijving, waaronder ook mijn website en het recept helemaal uitgewerkt. Dus je zou zeker even checken. En dan hoop ik jullie volgende week weer te zien. Doei!